Eén keer per jaar hangen wij in Nederland de vlag halfstok en zijn we 2 minuten stil. We herdenken dan alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Maar de oorsprong van de herdenking ligt nog altijd bij de Nederlandse slachtoffers van de Duitse bezetting van 1940 tot 1945. Deze bezetting heeft diepe sporen achtergelaten. Op 4 mei lijkt de Tweede Wereldoorlog weer even dichtbij te komen voor de Nederlander. Maar in feite is deze iedere dag dichtbij. Niet alleen de nagedachtenis van de slachtoffers is nog in leven, maar ook de nasleep van de misdaden die toen gepleegd zijn. Er zijn nog veel onopgeloste misdaden van tijdens de bezetting. En nabestaanden die met vragen rondlopen. Paul Helman dook als 7-jarige jongen onder in Ede. Hij zelf overleefde de Duitse bezetting. Maar het onderduikadres van zowel zijn vader als zijn grootmoeder werd verraden. Mijn vader was ondergedoken op de Veluwe bij een boer en is daar door verraad. En dat ben ik pas een jaar of 2 geleden te weten gekomen, door verraad van mensen uit de omgeving. Van de boer waar hij in huis was, is hij erbij gelapt, om het zo maar te zeggen. En mijn grootmoeder is een jaar later in Amsterdam gepakt, omdat zij verraden werd door een portier van het gebouw waarin zij woonde. Dus ook door iemand die het doorgegeven heeft, hè? Misschien om de financieel een klein beetje beter van te worden. Het verraad van zijn vader was een mysterie dat Helman wilde ontrafelen. Hij wilde de waarheid weten over de gebeurtenis uit 1943. En omdat het een misdaad betrof, kon hij dat het beste doen bij het Nationaal Archief in Den Haag. Dat is eigenlijk de enige plek in Nederland waar je dit soort dingen misschien nog zou kunnen vinden. Ik was op het NIOT geweest in Amsterdam. Maar daar zeiden ze ook, het Nationaal Archief is toch de plek waar je zou moeten zijn voor dit soort dingen. Helman kreeg daar toegang tot inzage in het CABR, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, waar strafdossiers liggen opgeslagen. Hij zag de archiefmappen in van 2 vervolgde personen en had het vermoeden dat één van hen de verrader was van zijn vader. En daar vond ik weer van allerlei sporen naar daden uit de oorlog. Waaruit wat bleek dat ze inderdaad allebei fouten waren, zoals dat heet, voor het gemak. En helemaal op het laatst vond ik daarin iets waaruit wel bleek dat hij inderdaad fout was geweest. Wat in die zin, want dat hij mijn vader dus verraden zou hebben. 100% duidelijk wie van de twee dat nou was, was het niet, maar hoe dan ook kon je duidelijk zien dat het een van de twee was. En misschien nog een derde, was er ook een mevrouw bij betrokken. Een schoonzuster van de boer waar mijn vader in huis was, die was er ook bij betrokken. Maar wie van de drie, dat was nou niet helemaal duidelijk, maar dat maakte mij ook heel weinig uit. Het was heel duidelijk dat het uit de koker van hen was gekomen, want ze deden alles zo'n beetje samen. Dus eigenlijk meer is er niet te weten. Ik weet gewoon waar het kwaad zat wat dat betreft. Ja, dat weet ik. Maar dit was niet het enige dat Paul Helman vond in het Nationaal Archief. In de tijd dat hij onderdook, schreef hij briefjes naar zijn vader. En via een betrouwbaar iemand werd ervoor gezorgd dat zijn vader ze in handen kreeg. Na bijna 70 jaar vindt Helman 2 van deze briefjes, die hij zelf geschreven heeft, weer terug. Die briefjes waren dus afgepakt en die zijn op een of andere manier tussen alle andere spullen gewoon in een grote envelop gestopt en ergens terechtgekomen. En later
ik weet niet hoe, in het Nationaal Archief gekomen. En daar zijn ze nu, en dat zijn ze een aandenken, om het zo maar te noemen, aan de tijd dat dit soort dingen konden gebeuren in Nederland. En dat mensen dus volkomen rechteloos waren. En dus hun leven helemaal om niets weg afgenomen werd. En ze vermoord werden alleen maar omdat het feit dat ze anders waren dan anderen misschien. Althans in de ogen van degene die toen aan de macht waren. Het is bijna, ik denk over een paar eeuwen kan niemand het meer begrijpen dat zoiets gebeurd is. En ik vind dat zulke briefjes dus om die reden eigenlijk heel goed op hun plaats zijn op de plek waar ze nu zijn. Ja. Tijdens de Duitse bezetting kwam verraad vaak voor. Ondergedoken Joden liepen altijd het risico te worden verraden door mensen die in de omgeving wonen. Voor het doorgeven van een onderduiklocatie kon je 7,50 gulden verdienen per onderduiker. Wat vandaag de dag gelijk is aan ongeveer 47 euro. En als geld niet de reden was, dan was het wel antisemitisme. Bernard Hellman en Irene Hellman-Redlich werden zoals duizenden anderen naar kamp Westerbork gedeporteerd, vanwaar ze later werden weggevoerd naar een van de vele Duitse concentratiekampen in Polen. Irene kwam terecht in Auschwitz, Bernard in Sobibor. Daar werden zij vermoord door vergassing. Verraad ging bijna altijd gepaard met anonimiteit, waardoor nabestaanden, zelfs tot op de dag van vandaag, achterblijven met veel vragen. In het CBR van het Nationaal Archief heeft Paul Hellman zijn antwoorden gevonden. Echter, niet alle dossiers van het CBR zijn in te zien. Dit archief is beperkt openbaar en het kan voorkomen dat inzage wordt geweigerd. Dit komt omdat sommige mensen die erin staan nog leven. Dit is een foto van de familie Speyer, genomen in Amsterdam voor de Duitse bezetting. Tijdens de bezetting doken de familieleden onder op verschillende adressen. Louis Siefried Speyer, de oudste zoon, overleefde de oorlog samen met zijn vader. De anderen werden opgepakt en gedeporteerd. In 1943 was zijn broertje door onbekende omstandigheden aangegeven. Het jaar erop werd het onderduikadres van zijn moeder en zusje verraden door iemand uit de omgeving. Het verraad is altijd een mysterie gebleven. Wat wel bekend is, is dat zijn broertje Siegfried Hein werd vermoord in Sobibor en zijn zusje Rudy Tilly en zijn moeder Elisabeth in Auschwitz. Andrea Speyer is de kleindochter van Louis Siegfried Speyer. Net als haar vader en grootvader houdt zij zich bezig met de vraag wie de verrader was van het onderduikadres. Nu is het zo dat op een dag de locatie van de familie van mijn opa op is gegeven. En we weten nog altijd niet precies waarom en hoe dat is gebeurd. Maar we weten wel dat ze zijn verraden, hoogstwaarschijnlijk. Want ze zaten veilig. En als ze dan ineens worden opgehaald, dan is het waarschijnlijk dat iemand heeft geklikt daarover. Goed, mijn opa die wilde eigenlijk graag weten wie dat had gedaan. En dan eigenlijk vooral wie zijn zusje en zijn moeder had aangegeven. Maar hij had er geen gegevens van. Daar kon je tot voor kort helemaal niks over vinden eigenlijk. Totdat ik een paar jaar geleden op de televisie een documentaire zag over een mevrouw die haar familiegeschiedenis heeft opgevraagd bij het Nationaal Archief. Toen heb ik besloten om mijn opa te vragen of hij daar behoefte aan zou hebben. Om te kijken of we iets kunnen vinden daarover. En dat leek hem wel een goed idee. En vandaar zijn we dus verder gaan zoeken. Andrea, haar vader en grootvader vertrokken naar Den Haag en mochten in het Nationaal Archief een map inzien. Helaas brachten de dossiers in deze map niet het antwoord waar ze naar zochten. En ik heb toen besloten, omdat het zo'n dik file was, het waren drie hele dikke files in één map die met een soort van touwtje aan elkaar gebonden was, dat mijn opa moest er eentje gaan doorbladeren, mijn vader en ik zelf. En uiteindelijk heb ik toen het blad gevonden waarop een naam stond. Dat was Siegfried Hein, dat was zijn broertje. En de enige informatie die erop stond was zo'n lijst met wie er allemaal was aangebracht bij de Hollandse Schouwburg voor transport. En het enige informatie die er stond was wie hem in ontvangst had genomen. Ja, en daar heb je natuurlijk niks aan, want je wil weten wie heeft hem aangebracht. Dat is de informatie waar je naar op zoek bent als je over verraad wilt weten.
Nou, dat was dus een grote teleurstelling voor mijn opa. Ze verzochten daarom inzage in een archiefmap van iemand anders, van wie ze dachten dat het de verrader kon zijn geweest. Dit werd geweigerd door het Nationaal Archief. Omdat deze persoon nog in leven is, wordt diens privacy namelijk beschermd. En de familie Speyer heeft daarom geen antwoorden. Ja, dus dat ging een beetje aan mij knagen. Dat er misschien nog ergens informatie was waar mijn opa dan niet bij kon. Ja, het is natuurlijk een beetje een aflopende zaak voor die generatie. Dus dan kom je in een situatie waarin je moet wachten wie het eerste de pijp uitgaat om de informatie te kunnen inzien over je familie. Dat zat niet helemaal lekker bij ons. Privacybescherming houdt eigenlijk op bij overlijden. We hebben een wet bescherming persoonsgegevens, waar wij hier nadrukkelijk mee te maken hebben. En die wet bescherming persoonsgegevens, die onderscheidt allerlei categorieën van persoonsgegevens, maar ook de zogenaamde, er is een categorie bijzondere persoonsgegevens. Dat heeft te maken, dat wordt ook in die wet zo genoemd, met strafgegevens. Dat heeft te maken met seksuele geaardheid, dat heeft te maken met of je met lidmaatschapsgegevens van een vakbond, et cetera. En met die bijzondere persoonsgegevens moeten wij heel precies en zuiver omgaan. Die hebben als het ware een hele aparte, zware bescherming. Strafgegevens horen daar, zoals ik zei, ook bij. En dat betekent dat we dus gewoon heel precies moeten zijn met of je iets kunt inzien, een dossier kunt inzien of niet. En zoals ik zei, privacybescherming houdt op bij overlijden. Dus vandaar dat we gewoon een bewijs willen hebben dat iemand is overleden. En dan mag je erin. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging is een speciale afdeling van het Nationaal Archief waar circa 30.000 mappen opgeslagen liggen. Het bevat strafdossiers van ongeveer 500.000 verdachten die na de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. NSB'ers, jodenjagers, verraders en andere misdadigers. Maar niet alleen zijn deze dossiers beperkt toegankelijk, ze zijn ook zeer moeilijk te doorzoeken. Ad van Liemt heeft meerdere keren gericht onderzoek gedaan om het CHBR via digitalisering toegankelijker te maken. Nou, het ingewikkelde van het CHBR is dat het wel als archief te boek staat, maar het voldoet volstrekt niet aan de wetten van het archief. Dit speciale archief bijzondere rechtspleging is een verzameling van documenten die in de diverse rechtszaken zijn gebruikt. En dat betekent dat ze ook her en der verzameld zijn op de diverse arrondissementen, dus in diverse provincies, in de rechtbanken. En op een gegeven moment zijn ze allemaal bij elkaar gebracht, vaak via allerlei verschillende systemen, waardoor het archief technisch eigenlijk een enorme bende is. Daar staat tegenover dat de inhoud zo bijzonder is, want het zijn bijna allemaal processen verbaal omtrent zeer interessante kwesties uit de oorlog. Dus er zit een schat aan informatie in, maar het is heel moeilijk om daar te komen waar je wil zijn. Het is eigenlijk alleen een verzameling van strafdossiers van daders. Van mensen die verdacht worden of veroordeeld zijn voor oorlogsmisdaden. En dat betekent dat je dus maar op één manier naar binnen kunt, dat is via de naam van de dader. Ik zou denken dat het een taak van een archiefbeheerder of van de overheid is om maximale openheid te betrachten, om in ieder geval het mogelijk te maken dat iedereen daarin kan gaan onderzoek doen. Ja, het is evident natuurlijk dat we proberen, zo, zeker bij holocaustnabestaanden ook, om hen zo goed mogelijk ter wille te zijn. Maar we zijn wel gebonden aan die wet en regelgeving. In hoeverre gaat die verantwoordelijkheid naar de dader? En in hoeverre heb je verantwoordelijkheid naar de nabestaanden en gewoon naar Nederland als historische natie? Dat vraag ik me af. En schijnbaar vindt het Nationaal Archief het zwaarder wegen om de daders te beschermen in dit geval dan gewoon openbaarmaking van historische feiten. Ik kan veel kritiek hebben op het Nationaal Archief omdat ze het zo streng aanpakken. Aan de andere kant, ze voeren de wet uit en ze doen het consequent. Dus op een gegeven moment moet je daar volgens mij vrede mee hebben. Dat zijn de regeltjes waar ik me aan te houden heb. Klaar.
We voeren wetten uit. En we proberen dat in dit geval met deze archieven, proberen we dat zinvol te doen. Maar er zijn grenzen. Hoe naar ook voor mensen. Het probleem begint bij hun kinderen. Ik heb zoveel met kinderen gesproken van daders. Dat ik weet wat een enorme extra straf het is als die namen voluit gepubliceerd worden. Privacybescherming is ook wel eens genoemd door een vroegere redacteur van de NRC, het recht om met rust gelaten te worden. Als je eenmaal berecht bent, heb je je straf hebt ondergaan, heb je het recht om opnieuw je leven te beginnen. En niet lastig gevallen te worden door je vervelende verleden. Ik heb wel begrip voor die regels. Ik denk dat ze ergens een grens moeten stellen. Maar dat is verstandelijk geredeneerd, emotioneel geredeneerd. Zou ik zeggen, na zoveel jaren moet er een eind aan komen. Ik vind als het zoveel jaar geleden is, dan zouden ze toch langmoedig moeten zijn wat dat betreft. En zeggen, ja, die man, of wie het ook was, die heeft die verschrikkelijke fout gemaakt. En nou ja, sommige dingen komen voor de draad op een gegeven ogenblik. Ook al is het 60 jaar later of 70, hoeveel het ook is. De 30.000 archiefmappen in het CHBR tonen aan dat al die misdaden van toen daadwerkelijk zijn gebeurd in Nederland. Het is daarmee een afspiegeling van de Duitse bezetting. En die ook voor ver in de toekomst nog van belang blijft. Maar het digitaal maken van de dossiers is niet alleen belangrijk voor het behoud. Ze zullen daardoor namelijk ook toegankelijker worden. Als u mij vraagt, wat zou jij nou het allerliefste hebben? Ja, dan zou ik natuurlijk zeggen dat die dossiers gedigitaliseerd worden. Zodat we er beter in kunnen zoeken. Want op dit moment is alles alleen maar beschikbaar op alfabet van de verdachte. Nou, stel je voor dat een verdachte De Vries of Jansen heet. Hoeveel zullen er daarvan in die enorme kaartenbakken zitten? Dat zijn er tienduizenden. Dus dan kun je alleen nog maar het dossier vinden als je precies weet wat zijn voorletters zijn, zijn geboorteplaats en zijn geboortedatum. Bij een Jansen of bij een De Vries, anders vind je het gewoon niet. Als het gedigitaliseerd zou zijn, zou je op bepaalde thema's kunnen zoeken. Zou je kunnen zeggen, ik wil nu alle dossiers zien van de Amsterdamse jonge mannen die in 1943 zich voor de Waffen-SS hebben aangemeld. Dan kun je met hele andere vraagstellingen werken dan waarmee je nu werkt. Dat is voor mij als onderzoeker dus een echte tekortkoming. Ik denk dat het CHBR nog altijd een onuitputtelijke bron van informatie is waar de samenleving recht op heeft. Dus er zal iets moeten gebeuren. Er zal een digitalisering moeten worden ingezet. Ik begrijp dat we in deze periode van economische crisis misschien niet over hele kostbare digitaliseringsprojecten moeten praten. De keerzijde is dat digitalisering veel en veel goedkoper is dan het vroeger ooit geweest is. Ik denk dat het nu een dubbeltje per bladzij kost of zo. Zeker met het oog op de slechte materiële staat waarin het archief is. Het papier schijnt behoorlijk snel in kwaliteit achteruit te gaan. Zou digitaliseren volgens mij een heel goed idee kunnen zijn. Ja, de ellende met de digitalisering van het CHBR is dat je het niet zo door een scanapparaat kan gooien. Tegenwoordig met boeken kan je dat bijvoorbeeld wel doen. En dan snij je de rug eraf en er schijnen super scanners te zijn waar je boek doorheen gooit. En een paar minuten later plak je de rug weer vast en dan is het helemaal digitaal beschikbaar. Dat is daar niet zo bij die dossiers. Het barst van de kleine kaartjes met oproepen voor getuigen en allemaal van die procedurele kleine papiertjes. Die zou je allemaal aan de kant, dat is allemaal niet interessant. Dus je moet per dossier eigenlijk de interessante stukken eruit halen. Die zou je moeten scannen, maar dan toch één voor één. We hebben het hier over een archief van ongeveer, globaal geloof ik, 4 strekkende kilometer. Dus zoals je boeken in een boekenkast hebt staan, dan hebben we dat van 4 kilometer. Dat is het CHBR. Nou, we hebben, heb ik vorige week gehoord, een archief van ongeveer 850 strekkende meter. Dat wordt op dit moment gedigitaliseerd om allerlei redenen. Daarvoor waren de kosten iets van 3,5 miljoen. Dan heb je mooie scans, et cetera. 4 kilometer, reken maar uit wat dat gaat kosten. Mijn idee zou zijn, net zoals we dat eigenlijk bij die onderzoek hebben gedaan, om
te selecteren welke dossiers je heel graag digitaal zou willen hebben. En dat dan langzamerhand uit te breiden. Je moet eigenlijk de trap van bovenaf aan gaan schoonvegen. Dus je begint met de top en dan ga je langzamerhand de diverse naast je organisaties af. En dan zul je zien dat je niet 100% treft, maar wel op den duur 80-90%. En dat is al zo belangrijk en met zoveel informatie, dat het toch een overzichtelijk KW kan worden. Maar dat het miljoenen kost en jaren duurt, dat staat voor mij vast. Ongeacht wat de toekomst brengt voor het CHBR, de littekens van de Duitse bezetting zullen altijd zichtbaar blijven in Nederland. De Hollandse Schouwburg in Amsterdam was oorspronkelijk een theater, maar tijdens de bezetting werd het een deportatieplaats. Nu dient de Hollandse Schouwburg als monument, ter nagedachtenis aan de duizenden mensen die vanuit hier naar werk- en vernietigingskampen gedeporteerd werden. Ook is hier een speciale namenwand te zien, waar alle familienamen van de gedeporteerden op staan. Eind van je leven, dat dit soort dingen toch nog, dat al die losse draden toch enigszins bij elkaar komen. Dat geeft een soort, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Toch een soort bevrediging bijna. Hè? Dat is meer dat de plot rondkomt in zekere zin. Weet je wel, hoe erg de plot ook is verder, die plot zelf is gewoon, die is er. Maar dat die rondkomt, hè? Dat al die losse eindjes bij elkaar komen. Hey, mijn opa Louis Siegfried is vrij oud ondertussen. En het zou voor hem wel een hele opluchting zijn geweest als hij closure had gekregen over dat onderwerp van wie heeft mijn familie verraden. Of was het helemaal geen verraad? Was het een omstandigheid die onverklaarbaar was of iets dergelijks? Het is gewoon één groot vraagteken voor hem en dat is natuurlijk niet fijn. Het zou voor hem veel betekenen als hij daar een antwoord op kon krijgen. En dat lijkt me tragisch en het afschuwelijke van een hele hoop mensen, dat het niet het geval is natuurlijk, hè? Van een hele hoop mensen niet. Die zitten eeuwig met die losse eindjes, denk ik. Maar het is jammer dat het geen relatief happy end heeft gekregen. Dat hij antwoord heeft gekregen op de vragen waar hij al heel erg lang mee zit. Ik weet niet of het ooit gaat gebeuren ook. Het mysterie van het verraad van familie Speyer blijft vanwege het privacybeleid van het Nationaal Archief onopgelost. Dit staat in contrast met de uitkomst van het mysterie van familie Helman, terwijl de familiesituaties met elkaar overeenkomen. Paul Helman schreef een boek over zijn speurtocht naar het verraad van zijn vader. Die mensen die mijn vader verraden hebben, zijn en dat is wel heel pijnlijk, dat ze na een aantal weken alweer vrij werden gelaten. En dat is wel tekenend voor de hele sfeer in en ook na de oorlog. Dat de arrestatie en de dood van mijn vader, gewoon één figuur, maar mijn grootmoeder net zo, gewoon een akkefietje was, een kleinigheidje tussendoor. Als je kijkt in de politiearchieven, dat is gewoon een fait divers. Een dingetje ertussen, er is een fiets gestolen, er is een brand in de hooiberg geweest, een paard op hol. Oh ja, er is ook nog een Jood, is er binnengebracht door die en die is een dag later afgevoerd. Dat betekent allemaal niks, dat is gewoon een dingetje. En dat is na de oorlog, die berechting van die mensen die dit soort dingen hebben gedaan, is eigenlijk niet veel anders verlopen. Dan zie je ook, ze hebben mensen erbij gelapt die een radiotoestel hadden, wat niet mocht in die tijd. En ze lazen de verkeerde kranten, Volk en Vaderland, daar zeiden lelijke dingen over de koningin. En ze hebben ook nog een Jood verraden of zoiets, weet je wel. En dat die zaak van die Jood, dat ze die serieus hebben onderzocht, dat blijkt nergens uit. Als je dan gaat kijken in die archieven, en wat is er nou met die zaak verder gebeurd in die rechtszaak, dan vind je eigenlijk niks. Dus eigenlijk val je in een enorme leegte. Dus ik kan wel zeggen, de plot is rond en de eindjes zijn aan elkaar. Maar je wordt wel geconfronteerd met een hele hoop vreselijke waarheden natuurlijk.
Ik heb inmiddels, is het gekke, nu pas een week of 2-3 geleden een brief gekregen van de kleindochter van die Rijt. Dus een van de twee politiemannen die mijn vader heeft gepakt. Die had het boek gelezen of te pakken gekregen. En zat er heel erg mee in. En haar moeder ook. Haar moeder is dus een dochter van die Rijt geweest. En die vinden het verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. En ze hebben zich er kennelijk in verdiept. En ze kunnen daar heel moeilijk mee leven. En ze wilden alleen maar mij laten weten nou, hoe zij hiermee zitten. En, nou ja, en hoe erg ze het vinden. En nou ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat ze zoiets hebben geschreven. Ja. Het is natuurlijk een roerende brief. Een hele intelligente brief. En heel goed geschreven. Ik vind het fantastisch dat die vrouw dat gedaan heeft. Ik vind het echt heel bijzonder. En dat is dan een klein, hoe kan je het zeggen, een klein extraatje wat je dan nog krijgt. Naar aanleiding van zo'n boek wat je dan geschreven hebt eigenlijk, van dat onderzoekje.